In verband met Good Deeds Day, oftewel Goede Doelendag, dat jaarlijks op 3 juni wordt herdacht, zijn er donaties gedaan aan enkele sociale instellingen. Zeker 16 organisaties zijn in aanmerking gekomen voor een schenking van Suricorps. Good Deeds Day is een wereldwijde dag die meer dan 2,5 miljoen vrijwilligers uit meer dan 93 landen verenigt om goede daden te doen ten behoeve van mens en planeet. De vrijwilligersorganisatie Suricorps for Development heeft gemeend om in samenwerking met vrijwilligersorganisaties uit de regio de Good Deeds Day in het Caribisch gebied vorm te geven. Het gezamenlijke thema voor de regio dit jaar is Do Good, Leave No One Behind. Suricorps heeft als deel van het project kippen gedoneerd aan Kinderhuis Zou der Aarde. De vertegenwoordiger van de organisatie, Humphrey Dundas, vertelt wat het project inhoudt. Wij hebben dus het project, je mag hem dus het geheel jaar doen, maar internationaal is het op 3 april. En we hebben in dat kader dus een project uitgevoerd. We zitten in Suricorps for Development samen met regionale partners in Trinidad, in Jamaica, in Guyana. En regionaal zijn we dus aangesloten bij Good Deeds Day International. En jaarlijks worden er zo activiteiten gehouden. U hoort het al, de naam zegt het al, Goede Doelendag. En dit is dus de uitkomst van een project die wij hebben uitgevoerd. Tweedelig. In één zin dus dat wij een beetje hebben gekeken naar een genderaspect, waarbij we een vrouwelijke onderneemster hebben ondersteund met de middelen die we hebben gehad om kippen te kweken. Ze is al in de business en het heeft zeker 6 weken geduurd. 6 tot 8 weken geduurd en dit is het resultaat. Dundas zegt verder dat de onderneemster de kippen zal kweken, 30% uit de totale schenking kreeg. De rest van de kippen wordt onder 16 instellingen verdeeld. Directeur van Kinderhuis Zou der Aarde, Gonda Matadin-Sicilson, zegt dat de donatie een behoorlijke steun is voor het tehuis. Ik vind het heel goed, want soms kan je niet eens kip kopen, hoe duur het is. Dus het is een zegen aan ons adres en we zijn heel, heel blij mee. De laatste tijden kom ik persoonlijk hier, alleen om toe te zien dat de kinderen in de rust blijven. De kinderen willen, ze zien veel en dus ze verwachten veel. En als ze dat niet krijgen, dan willen ze een beetje anders bepalen hoe het moet. Maar ik houd ze toch in de rust. En dit instelling draai ik al 40 jaar. Vanaf de DNA-kerk, DNA-crash. En kinderen zijn groot geworden. En als ze klaar zijn met studie, dan kan je lekker weer naar mama. Want zij moet het verder doen.